Biodiversiteit is de veelheid van leven dat ons omringt. Dat zijn jouw kinderen, de tomaten in de tuin, dat zijn de verschillende soorten wilde vogels die voorbij vliegen. En tegelijk zit daar ook het probleem. Want we zien alsmaar minder variatie, minder diversiteit. We gaan op zoek naar winnaars en verliezers in ons veranderend landschap. In de dubbele documentaire Biodiversiteit in België. Vele vlinders zijn zo hypergespecialiseerd dat ze met uitsterven bedreigd zijn. En we worden soms met onwaarschijnlijke ontmoetingen geconfronteerd. Ik kom bij mijn kwajab. De renard komt zo, à 5 meter. De visiteur inconnu mangeant du cake. Het ziet er naar uit dat het in een landschap op mensenmaat aan de opportunisten zal zijn. Er moeten bikkelharde beslissingen genomen worden. Godjank, het is toch wel een raar gevoel. Hè? Ja, het is inderdaad. We zijn aangenamer links. Je ziet duidelijk waarnemingen en indicaties dat er hier en daar soorten bijkomen. We noemen dat dan exoten. Die het systeem dus destabiliseren in zekere zin. Soorten verdwijnen in een razendsnel tempo. Zitten we in een uitstervingsgolf of kunnen we er nog iets aan doen? Oei, een boerderij. Een boerderij op het vijfde verdiep, inderdaad. Ik denk dat het bij het aan onze kinderen en onze kleinkinderen verplicht zijn van hun omgeving achter te laten die nog waard is van geleefd te worden. Het vissen is begonnen. We willen weten hoe groot de biodiversiteit in de Noordzee is. We bekijken onze natuur ook van op zee en vanuit de lucht. In de dubbele documentaire Biodiversiteit in België.